kijk, ik weet niet of jullie hyped zijn, maar komt-ie. Oei, ja, de, haha. Dit pakketje. Welkom bij de nieuwe vlog. Vandaag een nieuwe vlog. We zijn op het moeilijke moment gekomen dat ik zelf echt slecht kom van mijn snor. Ik echt denk dat ik op een troll lijk en zo. Net deze video geëdit en ik zat de hele tijd te kijken op mijn snor. En elke keer als ik mezelf zag in beeld met dit ding, dan dacht ik echt, what the fuck, waarom doe ik hem er niet af? Ik ben fucking lelijk met deze snor. En ik heb geen antwoord gevonden op die vraag. Dus ja, En natuurlijk als ik in de douche sta voor die 5 minuten van mijn dag, wordt er aangebeld en brengen ze mij een pakketje. Voor mensen die vlog van gisteren nog niet hebben gekeken, het pakketje heeft iets te maken met FIFA 18 of zo. Ik weet ook niet zo goed waarom ik het krijg. Ik speel nooit FIFA en ik vind voetbal eigenlijk ook maar mee. Maar er is dus een speciaal FIFA 18 pakketje toegekomen. Daar gaan we zo meteen een unboxing therapy doen. Daarvoor ben ik heel excited. Weten jullie dat ik deze snor voel als ik aan het douchen ben? Ik voel daar water in kruipt en zo. Dit ding leeft. Ik wil hem wel eraf doen, maar als ik hem ervan doe, dan voel ik mij hetzelfde alsof dat ik weet het niet, alsof ik mijn arm ervan zou snijden of zo. Deze groeit wel terug, maar ik weet het niet. Hij is speciaal. Dus ik doe hem er niet van. Oké, woe! Dit pakketje. Ik heb geen flauw idee waar hier in zit. Ik weet alleen dat het iets te maken heeft met FIFA 18. Niet denken dat dit een campagne is of zo. Ik weet zelf niet wat het is. De naam staat er wel leuk op. Ik zie daar hier shirt staat, dus er zit waarschijnlijk ook een t-shirt in of zo. Nice. But what is in the box? That's the question. Ik ga even... ik weet niet waar is het. Het is redelijk zwaar. Het is een redelijk volle doos. Hey, let's check it. Spannend, woehoe. Ik weet niet of het spannend is. Ik weet niet of ik hier super hyped voor me zijn of niet, maar ik verwacht er niet zoveel van. Dus als er nu echt iets vet is, dan ga ik wel fucking hyped zijn. Maar stel ik zou fucking hyped zijn en dan zit er niks hyped in, ja, dan is het niet de moeite om hyped te zijn. Dus hopelijk zit er hier iets cool in. Spannend, woehoe. Komt-ie. Oei, ja, nee. Haha. Goeie joke. Die joke is echt nog geen 3 jaar te laat, maar oké, haha. Ik had dat zelf erop geschreven, by the way, om... Let's open it up! Woe! Ach, fuck, nog een doos. Oh my god, nog een doos. Het is een doos en een doos en een doos. En dat worden. Oh. Oeh, dat ziet er nice uit. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat dit de verpakking is. What the fuck? Dit is compact. Ik doe ook een dikke shout-out naar PlayStation. Ik heb dit van hun gekregen. Wow, dit is nice. Het is een mooie doos. Ik weet niet hoeveel andere YouTubers dit ook gekregen hebben, maar ik voel me wel redelijk speciaal dat ik dit krijg. Ik doe nog nooit FIFA gespeeld. Misschien jaren geleden is. Ik herinner me wel iets dat ik is FIFA heb gespeeld op mijn kanaal. Als we een pakketje open doen van de enige echte Hazard, doe ik natuurlijk mijn Hazard t-shirt aan. Let's go team! Dat was niet voor herhaling vatbaar. Maar misschien moet ik het nu wel iets doen. Laat weten in de comments als jullie willen dat ik dit spel speel. Want bedoel, ik ben hier echt heel slecht in, dat wel. Echt heel slecht. Maar wat zit er in deze doos? Dat is ook spannend. Wow, dit is echt mooi. What the fuck, check zo. Fucking nice zo erin, wow. En op deze doos staat het ook wel nice. Check, ik weet niet hoeveel andere YouTubers dit al hebben opengedaan. Waarschijnlijk heeft heel die FIFA community van Nederland het al opengedaan, snap je? Ik weet ook niet waarom ik dit krijg, maar ik vind het fucking chill. So let's open it up. Mijn naam staat zelf op die sticker, what the fuck. Dit is wel redelijk serieus. Holy shit, nu ben ik wel hyped. Oké. Kijk, misschien moet ik die sticker sparen. Ik wil hem er vastnijden, maar ach, fuck, ik heb het kapot gemaakt. Oké, ik weet niet waar is het. Jullie ook niet, maar we gaan het samen zien. Oef, wow. Ik heb het nog niet eens gezien. Ik zie het ook gewoon in het schermpje van de camera. Maar dit ziet er wel nice uit. Dit is een foto van Antoine Griezmann. Ik praat erover alsof ik iets weet over voetbal. Het is de guy van Frankrijk. Denk ik, als ik verkeerd ben, OB, sla me niet dood. Hier zie ik een boekje. Maar allemaal foto's van stadions, denk ik. Het zijn in-game screenshots. Oké, ook goed. Nog een boekje. Het is een poster. Die ga ik zeker ophangen in mijn kamer. Kijk. Het is wel nice. What the fuck, dit is echt mooi. Is dit dan de Prestige Edition of zo van FIFA? Ik denk het wel. Dit ziet er wel allemaal heel mooi uit, hoor. Ik ga niet liegen. Kijk, hier zo. Oeh. Ik weet niet wat dit is. Er staat de 146 van de 540 op, oké. En dit is een t-shirt, denk ik, dat ik heb gekregen. Wow, en er zit een controller in. Ai. What the fuck? What the fuck? Dit is fucking nice. PlayStation, what the fuck doen jullie bij mij? Dit is wel vet. Dit is gewoon een voetbaltruitje van PlayStation. Ai, dit is nice. Oké. Ik ga niet liegen. Ik vind dit wel vet. What the fuck? Er zit nog veel in. Let's go. Er zitten hier ook een paar kaartjes in. Holy shit. Wow. Hi, ik heb dus 2 hele leuke kaartjes gekregen. Op de ene staat er 20.000 fit points. En op de andere, ja, de code om dit spel te downloaden. What the fuck? En een fucking gouden PlayStation controller. Holy shit, ik bedoel, deze dingen zijn 50 euro. Ik heb er misschien wel 3, maar ik bedoel, deze is kapot en deze is niet van mij. Dus nu heb ik gewoon mijn eigen PlayStation controller. Fucking nice! Hi, ik ben blij. Dit is chill. Holy shit, dat had ik niet verwacht. Dank u wel aan de persoon die op het idee kwam om dit naar mij te sturen. Deze krijgt een mooie plek. Bij al de andere special edition dingen die ik heb gekregen.
Hoewee. Deze anti-climax. What the fuck? Deze dingen zijn echt nice. Big shout-out naar jullie. Dank wel voor dit ding. Ja. Fucking chill. Oké, we gaan verder met de vlog. Ik ga waarschijnlijk nog een beetje gaan skateboarden. Woe. Er zit daar rustig gewoon een libel te chillen op mijn terras. Ik weet niet of iemand van jullie ooit al eens geprikt is door een libel. Maar ik zweer, de steek van een libel is echt 100 keer erger dan die van een wesp of een bij. Dat is niet normaal, ik meen het. Ik heb dat één keer gehad op mijn been, dat fuck, ik dacht dat ik dood ging gaan, maar oké. Is wel mooi. Levensles van de dag. Libel in het Engels is dragonfly. Toppie, aha. Snap je, hij is gewoon een beetje aan het chillen. En hij is weg. Oké. Oh, daar is hij weer. Hij is aan het vliegen, what the fuck. Hij is verplaatst. Hij zit nu daar. Hij heeft de chills. Oké, ik ga eten. Oh, ik ben net even gaan skaten. Maar er was niemand in het skatepark. Ik was daar helemaal alleen. En ik vond het een beetje raar om mezelf te filmen. En dan moest ik zo gewoon mijn camera ergens zetten. En ik heb een nieuwe truc geland. Ik heb mijn inward heel flip geland. Dus ik weet dat iedereen in mijn straat altijd flipt als ik 1 minuut aan het skateboarden ben. Maar ik ga proberen mijn inward heel flip toch op camera te hebben. Dat zou wel aangenaam zijn. Ik ben echt heel blij van dit truitje. Ik vind de kleur echt heel leuk en zo. Dat weet hier nice. Heel mijn straat gaat flippen als ik hier iets te lang sta. Dus ik ga het gewoon snel proberen. Dat geluid was echt heel fucked up, maar echt heel fucking luid. Oké, ik zie nog niemand uit zijn raam kijken. Dus misschien kan ik het nog 1 keer proberen. Ik heb maar 1 try, dus ik moet in 1 try doen. Dit is de laatste keer als ik bail, sorry. Oké, nu zie ik wel mensen kijken, shit, fuck. Het was een goede skate sessie van 1 uur. Gewoon jammer dat niemand mee kon naar het skatepark om te filmen, anders had het wel nice geweest, dus sorry voor de vlog. I'm very sorry. Ik denk dat ik morgen nog eens deze rail ga gebruiken dat hier staat. Er is zo gewoon een hele kleine skate rail waar ik makkelijk lipslide op kan oefenen. Dus dat gaan we morgen doen. Ik weet niet wat ik nu ga doen. Omdat ik zo achterlijk ben dat ik niks film en dat ik dan gewoon naar het skatepark ga en dat ik zo een daily vlogger ben, maar dat ik niks film, dat is dom, dat is echt achterlijk. Misschien kan ik nog een beetje comments lezen, dat is ook altijd leuk. Of een beetje reageren op haters. Want er zijn very veel haters. Niet dat dat mij één hol interesseert ofzo, maar ik krijg daar wel stress van, dus ja. Kijk, in dat huis keken er daarnet mensen aan, bovenaan ook en daar ook. Dus hey, leuke straat. Ik heb FIFA 18 gedownload. Waarschijnlijk echt een kutspel voor mij, want ik suk in elk spel. Maar omdat PlayStation altijd zo raar doet en zegt dat je het spel gedownload hebt terwijl je nog maar in de helft zit ofzo, ben ik weer gefokt, dus ik kan het nog niet spelen. Ik wil FIFA gewoon spelen omdat ik dan pakketjes kan open doen. Ik weet niet of ik ook verslaving heb ofzo, maar ik vind het heel leuk om pakketjes open te doen. Ik denk dat ik nu ga livestreamen. What the fuck, you gonna livestream? Oh my god. Ik ga livestreamen op Twitch voor de mensen die nog nooit naar livestream van mij hebben gekeken, dat is echt saai niet doen, dat is echt tijdverspilling, maar oké. Voor de mensen die eens willen kijken naar de livestream van mij, zeker doen. En ik weet niet of ik ga streamen zometeen, maar als ik heb gestreamd, ja, dan zijn er sommige van jullie die die stream hebben gezien, dus ik hoop dat het leuk was ofzo. Oké, ik ga nog zien wat ik doe vanavond, het is nu 8 uur. Let's get it. Wow, ik heb 2 uur gestreamd. Het was heel leuk. Het is nu 11:30. Oké, ik ben fucking moe. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben echt ineens fucking moe. FIFA 18 is nog altijd niet geïnstalleerd. Het internet hier in Blankenberg is echt fucked. Zee wifi en zee internet is echt gewoon kak. En internet in België in het algemeen is gewoon AIDS. Telenet, fix jullie shit. Jullie internet is het enige internet dat we hebben. Dus fix het alsjeblieft. Ik bedoel, naar Proximus gaan is geen optie. Dus fix jullie shit, want jullie internet zuigt nu geballen. Morgen is het student kick-off party in Gent. Ik dacht dat het vorige week was, maar ik was verkeerd. Omdat ik dom ben. Omdat ik niet naar school ga, snap je? Als er iemand zegt tegen mij, het student kick-off party, weet ik veel. Maar ik ga niet gaan. Want ik had net ruzie met mijn mama over het feit dat ik naar de student kick-off party ging. Snap je? Ik heb daar niks te zoeken. Begrijp mijn mama wel, ze heeft eigenlijk echt volledig gelijk. Ik bedoel, what the fuck? Ik heb daar inderdaad niks te zoeken. Ik moet daar eigenlijk echt niet naartoe gaan. Het is wel jammer om al mijn vrienden er naartoe te zien gaan, maar oké, no problemo. Het was weer een hele leuke dag en dankzij de livestream heb ik ook gezien dat er heel veel mensen zijn die mijn vlogs echt vet vinden. En dat is fucking chill om te horen, want dat had ik niet gedacht, snap je? Ik had niet gedacht dat er veel mensen gingen zijn die het vet gingen vinden dat ik ging vloggen. Het is fucking chill om te horen, what the hell? One love for you guys. Je zit toch hier in die host? Nee. Wat? Wat lief? Je bent niet aan het slapen. Nee, je staat daar. Nadeel van de s'nachts vlog is waarschijnlijk ook de reden waarom ik niet naar de studio kick-off ding mag. Ja, ik vind het fucking vet dat ik een soort van community heb gestart op YouTube waar ik eigenlijk een beetje de Hitler ben, waar ik zo... Snap je? Ik ben een beetje de leider van het YouTube-channel. Ik ben gewoon dit YouTube-channel. En jullie kijken allemaal naar mij, jullie vinden dat leuk en jullie maken ruzie met elkaar in de chat en zo en in de comments. Daarom vind ik YouTube zo nice, snap je? Het is zo open voor iedereen, je kan doen wat je wil. Is fucking chill. Ik denk dat ik vandaag eens vroeg ga slapen. Dat ik morgen echt eens vroeg ga opstaan om deze vlog te editen en echt iets proberen uit mijn woensdag te halen. Misschien ga ik wel naar Gent. Ik bedoel, ik kan het altijd doen. Ik weet het alleen nog niet zo goed. Ik weet niet wat ik ga doen. Het wordt moeilijk. Heel moeilijk. Maar oké, ik bedoel, dames en heren, one love, one peace.
Voor de mensen die het ook nog niet weten, ik vlog niet op donderdag. Dus vrijdag komt er altijd een gamevideo online. PlayerUnknown Battlegrounds of FIFA 18, wat ik wil. We zien wel wat ik doe. Ik kan ook geen hele week vloggen, snap je? Ik heb ook één dagje nodig waar ik gewoon kan liggen op de grond en niks kan doen. Zoals elke jongen heb ik zo'n dagje nodig. Dus, thanks voor het bekijken van deze video. De sokken komen eraan. Alweer in elke vlog. De sokken komen er echt aan. Dus spaar jullie geld. Ik koop geen domme shit. Nee, ik zou zeggen, ik ben hier zitten. En tot de volgende keer. Boe, boe, boe. Ja, scara.